dat je merkt dat je smaak wat verder ontwikkelt. Waardoor ik nu 's morgens gewoon begin met een lekker zwarte koffie. En tegen de middag pak ik nog een keer een espresso. Dus... Nederlanders drinken gemiddeld ruim 4 koppen koffie per dag. Naar aanleiding van Internationale Koffiedag gingen wij langs bij Wiegense barista Suzanne Gerritsen. Zij weet ook dat niet iedereen meteen van koffie houdt. Het is wel iets wat je moet leren drinken. Dus hoeveel jonge mensen beginnen met een latte macchiato, met veel melk, met suiker erin. Is het uiteindelijk wel dat je merkt dat je smaak wat verder ontwikkelt. Waardoor ik nu 's morgens gewoon begin met een lekker zwarte koffie. En tegen de middag pak ik nog een keer een espresso. Dus, maar dat is echt wel iets wat je in de loop van de jaren leert drinken. De laatste jaren is de koffiebehoefte van Nederlanders flink veranderd. Ja, eigenlijk merk je wel dat die koffiecultuur gewoon heel erg veranderd is in de laatste jaren. Dus veel meer mensen die ook koffie willen proberen en ook andere varianten op koffie. Je merkt wel dat de cappuccino's en de flat whites, die zijn gewoon heel populair. Die maken we echt wel het meeste, gewoon meer dan eigenlijk wel de gewone koffie op een dag. Er gaat niets boven vers gebrande koffie, volgens de barista. Dus onze koffie die wordt iedere maandag eigenlijk vers gebrand. En die hebben we op woensdag in huis. Dus wij werken met superverse koffie. En ja, dat verschil, dat proef je gewoon. Zelf heeft ze ook een favoriet, alleen zou ze die niet zo snel in Nederland verkopen. De lekkerste koffie. Ja, ik ben wel fan van een koffie uit Ethiopië. Die zijn wat frisser. Die groeien onder de citroenbomen, groeien de koffieplanten. En ja, maar daar moet je wel echt van houden. Het is wel een specifieke smaak. Ik denk als ik hem hier aan de gasten zou serveren, dat ze zeggen deze koffie is veel te zuur voor ons. Suzanne deed mee aan een latte art wedstrijd en werd derde van Nederland. Ja, het is een handigheid die je even moet doorhebben. Dus met heel veel oefenen. Ik denk dat ik na een half jaar ongeveer een mooi figuur in een kopje kreeg. Maar dat figuur, dat vind ik nog niet eens, is het allerbelangrijkste voor hier op de werkvloer. Hier vind ik het gewoon belangrijker dat de smaak goed is. En dat je een mooie verhouding met melk en koffie hebt. Ja, je krijgt een aantal minuten. En afhankelijk van welke wedstrijd je doet. Ik heb dan meegedaan aan de Nederlandse kampioenschappen Latte Art. En dan krijg je een aantal minuten. En in die tijd moet je zoveel identieke cappuccino's maken op een foto die je voorhand hebt ingeleverd.